Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de weekboodschappen. Dus Pup Sterrenbeeld en dit voor de week van 24 juni tot en met 30 juni. En ik zal dus vandaag de kaartjes trekken uit mijn eigen gemaakte kaartendek. Dus de kaarten met de hartjes, het hartendek dus. En ja, ik zal dit dus doen zoals ik al gezegd heb voor elk sterrenbeeld. Dus onder deze video kunnen jullie dus de linkjes vinden naar jullie sterrenbeeld en ook naar de keuzekaartjes. Dat is misschien gemakkelijker dus om de kaartjes gemakkelijk terug te vinden. Ik zal de kaartjes weer trekken door elkaar, zodat het niet altijd in dezelfde volgorde is. Ik heb al een kaartje getrokken, maar ik heb toen de video opnieuw opgenomen omdat het eigenlijk niet klopte wat ik zei. Dus ik had al een kaartje getrokken dus voor het sterrenbeeld kreeft. En dat zal ik nu bespreken. Dus lieve kreeft, dat is dus jouw kaartje. Rood. Rood is een fel kleur. Je houdt ervan of je houdt er dus niet van. Maar rood is dus een kleur, lieve kreeft, die jij in je leven mag brengen deze week. En misschien ook nog daarna. Rood staat voor passie. Dus het is goed om je passies te volgen, lieve kreeft. Het staat ook voor doen, durven, uit je comfortzone treden, actie nemen. Dus dat zijn allemaal dingen die jij mag gaan doen, lieve kreeft. Het voelt misschien een beetje moeilijk voor jou, maar het kan ook zijn dat je daar echt voor open staat en dat je dat dus echt wil doen. Dat kun je dus zien, ook een beetje of de kleur rood je aanspreekt. Als het je aanspreekt, dan ben je waarschijnlijk iemand die gemakkelijk actie neemt, die durft uit zijn comfortzone te treden, die dus zomaar actie neemt zonder na te denken. Maar wanneer rood je zo een beetje afstoot, kan het zijn dat je wat terughouden bent om actie te nemen. Dat je het wat moeilijker vindt. Dat je het misschien ook moeilijk vindt om je passies te volgen. Maar lieve kreeft, de boodschap is dus echt wel dat jij je passies mag volgen. En dat je dus echt actie mag nemen en uit je comfortzone treden. Heel mooi. Dus dan ga ik verder met het sterrenbeeld schorpioen. We komen er veel naar boven, maar ik wil dus één boodschap dus voor het sterrenbeeld schorpioen, dus voor de komende week. Kleuren. Er komen dus heel veel kleuren naar voren, want het vorige kaartje voor de kreeft was rood. En nu heb ik alle kleuren dus voor de schorpioen. Met kleuren wordt er bedoeld dat jij al je kleuren mag laten zien. En daarmee wordt er bedoeld dat jij dus echt jezelf mag zijn. Dat je mag gaan stralen, dat je jezelf mag tonen aan de buitenwereld, dat je mag tonen wat je kan, dat je je talenten en passies mag delen met andere mensen en dat je er echt mag staan. Dus lieve schorpioen, ga ervoor, volg je passies, doe wat goed voor je is of wat goed voor je voelt en ga echt aan de slag met je passies, met dat waar jij voor staat, durf jezelf te laten zien. Dat is dus een hele mooie boodschap voor jullie, lieve schorpioen. Je mag echt in het spotlicht gaan staan en jezelf tonen zoals je bent. Mooi. Heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld vissen. Nieuw leven. Dus lieve vissen, er komt dus iets nieuws op je pad. Je ziet hier dus, ja, alles lijkt zo een beetje verdord door de droogte. Maar toch is er hier zo een bloempje die toch naar boven komt. En die toch de moed geeft om eigenlijk iets nieuws te creëren. Om er te zijn, om te stralen. Ja, om te leven eigenlijk. En het kan zijn, omdat je dus hier op de achtergrond die droogte ziet, dat er dus heel wat dingen binnen jou misschien gekwetst zijn, dat er oude wonden zijn, dat er heel wat dingen zijn die mogen geheeld worden. Maar toch, ondanks die pijn, ondanks die gekwetstheden, komt er dus nieuw leven. Er komt dus iets nieuws op je pad. Het
kan een nieuwe relatie zijn, het kan een nieuwe vriendschap zijn, het kan misschien een nieuwe job zijn, of misschien een nieuw idee of nieuwe inspiratie, nieuwe gedachten die bij je opkomen. Dus ja, dat begint zo stilaan te ontkiemen en daar zal iets moois uitgroeien. Want nu is het nog een klein bloempje, maar het wordt dus een grote plant. Dus ondanks ja, dat ze eigenlijk echt wel groeit op ja, dorre grond eigenlijk. En dat wil ook zeggen dat jij misschien echt wel diep hebt gezeten, dat jij het moeilijk hebt gehad. Maar nu komen er echt betere tijden, lieve vissen. Dus dat is een hele mooie boodschap. Die boodschap is ook voor mezelf, want ik ben zelf ook een vis. En daar ben ik echt heel blij mee. Mooie kaart. Dan voor het sterrenbeeld Ram. Ik heb twee kaartjes, maar ik wil één duidelijke boodschap voor het sterrenbeeld Ram. Dus wat is de boodschap voor het sterrenbeeld Ram? Dus voor de komende week. Maskers. Dus lieve Ram, draag jij een masker wanneer jij dus omgaat met mensen? Of met bepaalde mensen? Of zijn er mensen in jouw omgeving die dus maskers opzetten als ze bij jou zijn? Misschien zijn ze niet eerlijk of houden ze dingen achter. Of misschien durf jij jezelf niet te zijn bij bepaalde mensen. Dus kijk eens wat er goed bij jou resoneert en wat er het beste past. Maar het is dus goed om die maskers af te zetten en dus volledig jezelf te zijn. Jij hoeft je niet anders voor te doen, omdat je ja, leuk gevonden zou worden. Je mag echt jezelf zijn en jezelf tonen zoals jij bent, wie je echt bent. En dan zal je ook mensen aantrekken die met je resoneren. Dus pas ook op voor mensen uit je omgeving die misschien maskers dragen. Wees alert en wees ook waakzaam. Heel mooi. Hele mooie kaart. Dan voor het sterrenbeeld Leeuw. De Leeuw, die mag zich meer gaan gronden. Wat je hier ziet is de oefening uit de yoga, de boom. En deze oefening, ja, die kun je dus echt wel gebruiken om te gaan aarden. Dus je staat dus op één been en je zet het andere been tegen je bil eigenlijk. En dan ga je ja, dus met je handen boven je hoofd of voor je. Dus ja, je evenwicht gaan houden eigenlijk. En dat is eigenlijk een hele goede oefening om te aarden. Niet altijd gemakkelijk om te doen, maar het helpt je wel. En hier zie je dus ook dat water. Dat zijn dus emoties. Dus waarschijnlijk zit je een beetje vast in je emoties. Misschien ook in je hoofd pieken je veel. Wel, dan is dit het teken dat je echt mag gaan gronden, lieve Leeuw. Je hoeft die oefening niet te doen natuurlijk. Je mag ook de natuur in gaan, tuinieren, visualiseren. Er zijn zoveel manieren om te aarden. Ook aardende edelstenen bij je dragen, die kunnen je ook helpen. Er bestaat zelfs een aardingsmatras die je dus kunt op je bed leggen, waardoor je beter geaard bent. Dus zoek een manier die bij jou past, lieve Leeuw. Maar het is belangrijk dat jij je goed gaat aarden. Dan voor het sterrenbeeld boogschutter. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld boogschutter? Tekens. Hier zie je dus enkele veren. Veren zijn dus een teken dat de engelen bij je zijn. Dus ja, er worden je heel veel tekens gegeven, lieve boogschutter. We zullen tekens op je pad komen de komende week. Misschien ook veren of muntjes. Misschien bepaalde dieren die je pad zullen kruisen. Misschien zullen mensen bepaalde boodschappen tegen je zeggen. Of kan je misschien boodschappen horen via een liedje dat je hoort op de radio. Wat het ook is, er zullen tekens op je pad komen die je dus zullen begeleiden op je pad. En luister daar ook naar. Want ze zijn dus gezonden door je lichtteam. Dan, voor het sterrenbeeld stier. Dat was snel. Transformatie. Mooi, lieve stier. Je zit dus in een transformatieproces. Je gaat dus van rups naar vlinder. Je hebt ook bepaalde dingen meegemaakt in je leven die niet altijd gemakkelijk voor je waren. Daaruit heb je geleerd
En je bent dus het leven gaan bekijken op een nieuwe manier, op een positieve manier. En daardoor zit je dus ook in een transformatieproces. Zodat je dus de betere versie van jezelf wordt. Dus hou deze transformatie niet tegen. Ga mee met de stroom van het leven. Laat je meevoeren. En ja, als er nieuwe dingen op je pad komen, verwelkom deze dan ook. Heel mooi, lieve stier. Dan voor het sterrenbeeld maagd. Dus maagd, liefde. Ook heel mooi, lieve maagd. Dus het kan zijn dat er een nieuwe liefde op je pad komt. Dat je dus iemand ontmoet die je hart sneller doet slaan. Het kan ook zijn dat er vriendschappen op je pad komen, maar dat is ook liefde. Het kan zijn dat je dus tijd doorbrengt met je familie. Dat is natuurlijk ook liefde. Of met je huisdieren, daar kunnen we ook heel veel liefde voor voelen. Dus liefde is niet altijd tussen partners, maar ook tussen de mensen en de dieren rondom jou. Maar het gaat dus ook over zelfliefde. Een maagd die cijfert zichzelf heel vaak weg, maakt zich nederig, die heeft ook niet zoveel zelfvertrouwen. Dus er wordt van je gevraagd dus om ook meer aandacht te besteden aan jezelf, om zacht te zijn voor jezelf. En om dus ook liefdevol te zijn tegenover jezelf. Dus liefde is echt wel heel belangrijk voor jou, lieve maagd, de komende week. En eigenlijk ook alle andere dagen. Liefde is altijd het belangrijkste wat er is. Dan voor het sterrenbeeld steenbok. Wat is de boodschap voor de steenbok voor de komende week? Innerlijke kracht, lieve steenbok. Misschien ben je een beetje de moed verloren omdat er bepaalde uitdagingen op je pad komen. Maar er wordt van je gevraagd dus om echt wel beroep te doen op jouw innerlijke kracht. Je bent een sterk, krachtig iemand en jij kunt deze uitdagingen aan. Dus maak gebruik van je innerlijke kracht, geloof in jezelf en weet dat jij dus deze uitdagingen kunt overwinnen. Het is een leeuw, die is moedig en krachtig en deze kaart vraagt je om dat ook te zijn. En vooral ook om niet op te geven. Heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld, de tweelingen. Ja. Voor het sterrenbeeld tweelingen. Mooi. Mooi, lieve tweeling, de bron. Dus dat staat dus de bron voor liefde. De bron is een en al liefde en die staat dus in verbinding met jou. Die helpt je, die ondersteunt je. Je bent ook afkomstig uit de bron. En je bent hier op aarde en wordt dus liefdevol begeleid door de bron. Maar soms verlies je soms een beetje die connectie. Als je te veel in je hoofd zit, als je wat in een negatieve spiraal zit of je hebt te maken met tegenslagen, dan is het soms moeilijk om in verbinding te blijven met de bron. Maar er wordt van je gevraagd dus om echt wel je te connecteren, om je te verbinden en dus om echt, om echt die verbinding te herstellen. Ook het stil te maken in je hoofd, misschien ook te mediteren zodat je dus die... en ook te bidden natuurlijk, zodat je dus deze verbinding kunt herstellen. Zodat je dus een goede connectie hebt en dus ook de liefdevolle boodschappen kunt horen. En weet dat je dus nooit alleen bent. Je bent altijd gesteund door de bron, je lichtteam, je engelen, alle liefdevolle lichtwezens rondom je. Dus dat is heel mooi. Blijf geloven dat je... dat er van je gehouden wordt en dat je veilig bent en dat je wordt gesteund. Heel belangrijk. Dan voor het sterrenbeeld weegschaal. Dus wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Ik wil één duidelijke boodschap. Oranje. Heel mooi. Ik had ook al een kleur voor de
voor de kreeft en voor de schorpioen. En nu heb ik voor jullie ook een kleur, dat is dus oranje. En oranje, ja, dat staat in verbinding met het sacraal chakra. Dat staat ook voor je creativiteit, voor je passies, je emoties ook, ja, seksualiteit hoort daar ook bij. Dus kijk eens wat daar niet echt in evenwicht is. Ben je eigenlijk wel creatief, maar heb je er niet genoeg uiting aan? Of misschien heb je moeite om je emoties te uiten, om erover te praten, terwijl je daar echt wel behoefte aan hebt. Of misschien ja, vind je het, oranje gaat ook over het genieten, vind je het ook moeilijk om te genieten en ja, denk je dat je alleen maar altijd moet werken en dat je geen plezier mag maken. Of misschien is er dus ook een onevenwichtigheid in het seksuele. Misschien zijn er daar ook bepaalde zaken die mogen geheeld worden. Dus kijk eventjes bij jezelf, lieve weegschaal. Wat kan er daar nog geheeld worden en wat kan er daar nog beter? En ga daar ook mee aan de slag. Dat is heel belangrijk. Dan voor het sterrenbeeld Waterman. Ik kreeg 2 boodschappen, maar ik wil 1 boodschap voor het sterrenbeeld Waterman. En dat is deze, actie. Heel mooi. Je ziet hier dus een hondje die dus de stok heeft gaan halen. Dus van het baasje die de stok heeft gegooid. En het is heel blij en happy, omdat het dus ja, de stok kan terugbrengen. Dus er wordt van je gevraagd ook om echt wel de taak te volbrengen die dus voor je ligt. Er is iets wat je heel graag wilt gaan doen, maar je durft niet goed. Maar er wordt van je gevraagd om dus echt wel actie te nemen en dus echt wel te gaan doen. Niet alleen maar over te denken, maar echt wel actie te nemen. Dus lieve Waterman, actie nemen is dus heel belangrijk. En stop met twijfelen aan jezelf, want jij kunt het echt wel. Zo, ik ga nu de kaartjes weer samen nemen. En dan ga ik ook nog 3 keuzekaartjes voor jullie trekken. Waar jullie dan ook weer een keuze kunnen uitmaken. Zo. Ik zal eerst eventjes de kaartjes wat schudden en dan vallen er wel uit. Maar nu gaan we dus de kaartjes trekken. Dus als ze eruit vallen nu, dan zijn ze bedoeld om te zien. Dus eerst kaartje nummer 1. Kaartje nummer 1, dan kaartje nummer 2. En kaartje nummer 3. Ik heb de kaartjes hieruit getrokken uit dit deck. Oeps. Vraag raad aan de engelen. Dus we gaan eventjes kijken wat de engelen ons willen vertellen. Maar je mag eerst een kaartje kiezen. Dus kaartje nummer 1, kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus kaartje 1, kaartje 2 of kaartje nummer 3. Ja, ik ga ze nog eens tonen. 1, 2 en 3. Oké. Okay. Dus, ik zal beginnen met kaartje nummer 1. En dat is deze. Dankbaarheid. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, of dat het in spiegelbeeld staat of niet. Maar het is dus dankbaarheid. Leef voortaan in dankbaarheid. De sterren zullen helderder op je schijnen. Alles in die wereld zal lichter worden. Dus als je dankbaar bent, dan zul je ook nog meerdere dingen aantrekken in je leven om dankbaar voor te zijn. Focus je dus niet op dat wat niet goed gaat of dat wat je niet hebt, maar focus je op dat wat je wel hebt en wees daar ook dankbaar voor. Heel mooi. Dan kaartje nummer 2 is deze. Hart en ziel. Dus als je beslissingen neemt, hou dan rekening met wat je hart en je ziel je vertellen. Soms kan onze geest ons misleiden, dus kies dus uit liefde en niet uit angst. Heel mooi. Inderdaad, dus het is belangrijk om te gaan luisteren naar waar ons hart dus naar verlangt. Wat onze ziel wil. Want soms zijn we inderdaad angstig, maken we ons zorgen. En
En dan laten we ons misleiden door ons hoofd die te veel nadenkt. Soms zijn we ook bang om gekwetst te worden, om te falen, om te mislukken. En daardoor maken we soms verkeerde keuzes of doen we bijvoorbeeld iets niet. Dus wat wel de bedoeling is dat we het wel doen. En dan mislopen we kansen of mogelijkheden. Dus luister goed naar wat je hart verlangt. En kies dus met je hart en niet met je geest. Dan positief denken is het kaartje nummer 3. Positief denken is essentieel voor een gezond en een rijk leven. Een positieve houding in combinatie met positieve overtuigingen en gedachten zijn essentiële ingrediënten voor het creëren van geluk. Wees niet bang, denk liefde. Heel mooi. Dus als je positief denkt, dan ga je ook positieve dingen aantrekken. Als je negatief denkt, dan ga je negatieve ervaringen en dingen aantrekken. Dus als we dan mogen kiezen, wat zouden we dan liever doen? Positief gaan denken of negatief gaan denken? Ik zie dat mijn video weer vastzit. Ik ga nu verder doen. Ik denk dat jullie mij nog steeds kunnen horen. Maar er wordt dus van je gevraagd om dus echt wel positief te gaan denken. Zodat je dus ook positieve dingen in je leven aantrekt. Zo. Lieve mensen, het spijt me dat mijn video vastzit, maar ik wil jullie bedanken voor het kijken, voor het liken en het reageren en ook het delen van mijn video's. En ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Daag!